Oud-minister Stanley Raghubarsing is door de regering voorgedragen als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname. De benoeming van Raghubarsing wordt breed gedragen door governor Maurice Roemer, minister Armand Gijbersing en de Surinaamse Bankiersvereniging. Dat meldt de communicatiedienst Suriname in een persbericht. Raghubarsing zegt dat de regeringscommissaris een belangrijke brugfunctie zal vervullen tussen de regering en de Centrale Bank van Suriname. Hij wijst erop dat de huidige financiële situatie niet eenvoudig is. Een van de grootste uitdagingen die de regering nu heeft, is het beteugelen van de koers. Raghubarsing onderstreept dat er maatregelen zullen worden genomen om de economie weer gezond te maken. Deze maatregelen zullen goed doordacht worden uitgevoerd. Voor hem is het belangrijk dat de regering de groepen die het zwaarst getroffen worden als gevolg van deze maatregelen bijstaat.